Welkom bij AltaVista en welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag gaan we iets heel erg gaaf doen. Ik had het vorige keer al gezegd, ik heb nog een paar hele gave mystery boxen heb ik klaarstaan. Niet de mystery minis waar ik het vorige keer over heb, daar gaan we voor een tijdje wel iets mee doen. Maar ik heb een hele gave mystery box. Hoe ben ik eraan gekomen? Ik heb een mystery box hier op Facebook pagina hebben die samen kunnen stellen. Laten stellen moet ik zeggen. Wat zit erin? 6 pops zitten erin met gegarandeerd een chase. Ja, dat is altijd tof dat er een chase tussen zit. Of een exclusive zou er ook tussen kunnen zitten. Goed, wat voor genre? Ik weet dat het iets met animatie is en games. Ja, volgens mij waren dat een beetje de genres die ertussen kunnen zitten. Echt heel gaaf. Ja, 6 pops dus in totaal. Dus echt een hele volle mystery box. Gaat heel gaaf worden. Dus laten we snel beginnen. Hoppa, en daar is hij weer. Echt heel erg tof. Ja, mystery box. Heel gaaf. Staat Hero Toy staat erop op de doos. Ja, komt die niet vandaan, kan ik wel vertellen. Dit is de bovenkant. Maar ik maak er dan het liefst van onder open. Tenminste, als de pops er ook zo in zitten. Kijken, do not use blades to open, staat erop. Goed, ik ga dat toch doen, want ik heb geen idee hoe ik het goed moet doen. Ik ga het heel voorzichtig doen. Dan natuurlijk niet de pops doorsnijden. Goed, heel gaaf. Ik heb trouwens nog een hele gave mystery box staan hoor. Sterker nog, volgens mij heb ik er nog 2 staan. Eentje met nog wat damage pops die ik heb. En nog eentje van ieder toys heb ik er nog. Maar allebei 6 die erin zitten, heel erg gaaf. Maar goed, deze dus via Facebookpagina. Even kijken. Ja hoor, heel gaaf. Ik heb de onderkant te pakken. Kijk aan, 6 pops zitten erin. Zoals jullie zien. En we gaan ze één voor één gaan ze openmaken. Even kijken hoe ik dit... Het is van bovenaf ingepakt. Als ik het niet zie. Yes. Even kijken, is dat wel leuk om te zien uit welk jaar ze komen. Wat zie ik tussen zitten? 2016, 2017, 2018... 18, 17, 16, 17, 18. Dat is een beetje de jaargetallen waar hij vandaan komt. Echt heel gaaf. Ik ga ze één vriend laten zien. Ik ben heel erg benieuwd wat er zit. En natuurlijk wellicht dat er een chase zit. We gaan het zien. Ik ga de eerste pop erbij pakken. De allereerste pop is... Rapapap. Gaaf. Yes, van Despicable Me 3. Heel tof. Het is een pop movie is het. Het is Tourist Jerry. Echt gaaf, 419. En nou is het zo dat ik hiervan... Spike Hoer had ik hier al van. En de Chase had ik daar ook al van. Kaal had ik volgens mij ook al kaal. Fluffy nog niet. Maar deze dus ook nog niet. Echt heel erg gaaf. Toen is de Jerry. Ja, ik moet zeggen... daar ben ik gewoon heel eerlijk in. De allerlelijkste Funko Pop die ik in mijn collectie heb... is een Minion Pop. Ja, een van de eerste Minion Pops. Die zagen er echt niet uit. Nou moet ik zeggen, deze ziet er wel heel gaaf uit. Ja, echt, ik heb het een tijdje terug wel eens een keertje gezegd. Ik vond zelf de poppetjes van de McDonald's van gezakken mooier, vond ik er mooier uitzien. Omdat ze toen ook gewoon een standaard pose hadden. Ja, dat klopte gewoon niet. Deze dus wel, echt heel erg gaaf. Kijk eens hoe de pop eruit ziet, heel gaaf. Tourist Jerry, ja echt heel erg gaaf. Mooie details, buiktasje ook, echt heel grappig. Ja, gave pop 419, kijk aan. Pop nummer 1, en gaan we over naar pop nummer 2. 1, 2, 3... Hoppa, het... Ja, vet! Ik zie het meteen al. Dit is de Chase. Zo, die hebben we snel te pakken. Het is namelijk 213 van Five Nights at Freddy Pop Games. Ja, Cupcake. Geen idee wie dit karakter is. Nee, daar heb ik het spel te weinig voor gespeeld. Maar het is dus de Chase editie van Cupcake. En het verschil met wat ik op de doos zie staan is... het kaarsje heeft een andere kleur. En de ogen zijn ja, heel raar. Iets van roze... Kijk aan. Ja, het ziet er best wel scary uit. Five Nights at Freddy. Ja, dit is echt heel tof. Want welke had ik hier? Of... Nee, ik had geen enkele pop uit deze set. Nightmare Foxy zit erin. Nightmare Bonnie. En Nightmare Chica. Die had ik alle drie niet. Nee, ik heb wel aardig wat pops van Five Nights at Freddy. Tuurlijk, omdat ze een tijdje terug ook bij de Action hebben gelegen. Dus daar heb ik toen ook aardig wat pops kunnen scoren. Zelfs nog enkele Chase zelfs. En nou dus weer een Chase erbij. Echt heel gaaf. Maar uit deze set had ik nog geen enkele pop. Kijk aan. Het is een kleine set van 4 pops. Five Nights at Freddy's nummertje 213. Cupcake. En dit is hij dus. De beloofde Chase. Ik heb deze ook nooit voorbij zien komen. Echt nergens. Weet jullie iets meer van deze karakter of van deze pop? Laat even weten in de comments. Ik ben heel erg benieuwd. Ik vind hem wel heel gaaf. Cool. Heel tof. Goed, onze tweede pop. We gaan over naar pop nummer 3. Kijk maar onder door. 1, 2, 3. En daar is hij. Het is... Gaaf. Het is ook een Minion. Ja, en ik wist wel dat er wat Minions in konden zitten. Hoor. Maar dit is zo gaaf. Dit is de Spickable Me Minion Made Minion Paradise. Van Pop Games. Is dan een computerspel, denk ik, van Minions Paradise. Ik ken het helaas zelf niet. Maar ik vind de pop wel
echt heel gaaf. Kijk aan 120. Ja, dit is gaaf. Kijk in de achterkant. Ja, moet je kijken hoe gaaf die doos eruit ziet. Ik vind deze doos er zo tof uitzien. Oh, de zijkant. Kijk aan. Het is veel van Minions Paradise. Nee, ik heb echt nooit gehoord van het computerspel. Ik ken het echt niet. Maar Despicable Me. En het zit er Minion Mate Minions Paradise nummer 120. Eén pop in de set. Oh, ik zie trouwens EA Games zie ik achterop staan. Dus het is zeker wel een console game, denk ik. Nou goed, mochten jullie er meer over weten, laat even weten in de comments. Ik ga natuurlijk ook het een en ander uitzoeken over deze game. Laat ik hier wel even zien. Maar goed, dat is allemaal achteraf. Maar dit is Despicable Me. Ik vind deze echt er heel tof uitzien. Ja, hij heeft een coconut heeft hij in zijn hand met een parapluutje. Ja, heel gaaf. Zwembroek aan. Phil, dit is hij dus van Despicable Me. Minions Paradise. En ik vind de doos echt waar. Kijk maar het verschil tussen deze doos en deze. Ja, goed. Daar hoef ik niet veel over te zeggen. Hoe vet ziet hij eruit? 920 en dit is dus van de game reeks. En deze uit de movies. Dus dat is een groot verschil. Goed. Drie pops gehad. We hebben nog drie te gaan. Hij zit pas op de helft. Dus ik ga over naar de volgende pop. De volgende is 1, 2, 3. Ik hoop dat ik hem goed heb. Weer op zijn kop. Wow, vet. Dit is cool. Dit is gaaf. Het is Iron Spider. Ja, Iron Spider. Van Marvel Studios 440 First 10 Years. Ik heb een tijdje terug heb ik eens een keer een hele video gedaan over al mijn gold chrome pops die ik had. Want ik had er aardig wat. Deze dus nog niet. Iron Spider. Heel gaaf. Wat mij wel meteen opvalt. Ik dacht namelijk Iron Spider. Ook meteen noemt is. Dus een 8 poten had. Maar dat is bij deze pop niet het geval. Dus ik neem aan dat hij gewoon het Iron Man pak als het ware aan heeft. Dat Iron Man voor hem ontworpen heeft in de laatste film. Echt heel erg gaaf. Het is de Fan Vote Winner editie, moet ik erbij zeggen. Ja, kijk aan. Kunnen jullie hier zien. Ja, hoe zit dat nou? Ik heb vorige keer al gezegd. Maar Dr. Strange, die had ook een prijs gewonnen. Een tijdje terug kon je namelijk via Marvel kon je opgeven in een soort wedstrijd. Welke figuur je nou graag ook als chrome zou willen hebben. En er zou volgens mij zijn er twee winnaars uitgekomen. Dat is Dr. Strange geweest en Iron Spider. Dus daar zijn allebei pops van uitgekomen. Grappig kun je ook achterop zien, want Iron Spider staat er niet tussen en Dr. Strange staat er ook niet tussen. Maar deze is wel heel erg gaaf. Iron Spider 440, heel blij mee. Kijk aan! Nou, dan begin ik die collectie toch wel aardig compleet te krijgen, hoor. Ik zit te denken welke ik nog moet hebben. Iron Man moet je volgens mij nog hebben en Captain America. Groot ook dan? Dat weet ik niet zeker. Ja, volgens mij Groot ook. En dan heb ik hem volgens mij ook compleet. Volgens mij moet ik er nog maar 3 hebben. Goed, ik kan het ook helemaal verkeerd hebben. Kijk anders eventjes de video terug, die ik een tijdje terug heb gemaakt. Hij is echt heel erg gaaf. Iron Spider van de Avengers Infinity War trouwens. Staat achterop. Heel tof. 4 pops gehad. Nog 2 te gaan. En zijn echt heel erg tof. De volgende pop is... Rapapap. Het is van Runaways. Alex Wilder. 350. Heel tof. Ik ken de serie wel. Ik heb hem voorbij zien komen op Netflix. Ik heb hem nog nooit gezien. Ik weet wel dat ik hier al een pop had. Want ik had volgens mij een Molly Hernandez had ik volgens mij. Chase Stein had ik hier ook al van. Dus ik denk dat dit mijn derde pop is uit deze set. Dit is erg waardig. 356. Ja, ik denk dat dit mijn derde pop is. Kijk aan. Van Runaways. 356. En dit is de achterkant. 6 pops dus in deze set. Heel gaaf. Ik weet dat Runaways ook veel pops zijn die bij de Kruidvat hebben gelegen. Of nog steeds liggen. Dus volgens mij hebben die andere twee nou ook via de Kruidvat gehoord. Dus dat is wel heel erg gaaf. Dan hebben we Caroline Dean, Nico Minoy en Get Yorks. Nou, kijken of ik die nog eens een keertje kan scoren voor weinig geld. Hè? Die voor 4 euro per stuk kan scoren. Heel gaaf om die set ook nog een keer compleet te krijgen. Goed, 1, 2, 3, 4, 5 hebben we gehad. Ik had al gezegd, 6 pops zitten er in de Mr. Box. Dus we gaan over naar de laatste. De laatste is. Ik ga kijken of ik hem in één keer goed doe. Trap. Ja, heel vet. Ik wou zeggen, heel gaaf. Echt heel tof. Ja, het is weer een Minion pop. Het is de derde pop volgens mij. Ja, de derde pop al. En dit is Twist Dave. Ja, en dit is echt heel tof. Want met deze pop erbij heb je deze set dus echt bijna compleet. Ik hoef alleen Fluffy nog te hebben. Iets zeg maar alleen dat die Fluffy wel een heel dure pop gaat worden. Dat is vaak het geval. Maar goed. Twist Dave. Echt heel gaaf. Ik ga die andere even bijpakken. Ik ga deze even opschuiven. Wat was het verschil hiervan? Het lijken heel veel op elkaar. Ze hebben allebei hebben ze namelijk zo'n beetje drinken in de handen. Allebei een buiktasje. Allebei een hoed op een hoofd. Ja, het is echt heel erg gaaf. Ze lijken veel op elkaar. Vind het wel gaaf. De ene is natuurlijk Jerry en de andere is Dave. Kijk aan, dit zijn de twee pops naast elkaar. En welke heb ik nou net eruit gehaald? Deze volgens mij. Kijk aan. Hoe gaaf.
En dit nog een keertje 419. 418, 419. Heel erg gaaf. Sowieso dat ik al wat pops had aan die set. Geldt trouwens ook voor deze en deze. Dat ik ook pops. Deze twee niet. Dit is nieuw voor mij. Dus, maar goed, ik ben er heel erg blij mee. Echt heel erg gaaf. Goed, dit was gewoon een mystery box via Facebook. Die door een bekend van iemand van mij samengesteld is. Dus ik wist dat ik de pops niet in mijn collectie had. Anders zou je zeggen, nou, dat is wel knap dat je een dubbel had. Maar dan wist ik dat het 6 pops waren die ik nog niet in mijn collectie had. Hoe dat altijd een beetje gokken is, hoor. Want kijk, met deze inderdaad zou zomaar kunnen dat ik hem bellen heb. Want ik weet niet precies alle pops in mijn hoofd te missen. Mijn vrouw weet dat niet allemaal uit haar hoofd. Dus het zou zomaar kunnen inderdaad dat ik deze wel had gehad. Maar in mijn mening niet. Dus heel erg gaaf. En ja, hier weet ze het zeker van. Ja, echt heel erg tof. Ik ben echt heel erg blij mee met deze 6 pops. Dus goed, ik ben heel erg benieuwd. Wat vinden jullie nou van deze pops? Wat is jullie favoriete pop? Laat even weten in de comments. Zou ik heel tof vinden. Ja, wat gaan we nog meer doen? Ik zei al, er komen nog meer mystery boxen aan. Ja, ik heb er 2. Eentje is een damage mystery box. Maar toch zitten er hele gaaf pops tussen. Echt waar. Ook misschien wel hele dure pops. Maar omdat het doosje een beetje beschadigd is, zijn ze gewoon heel goedkoop. Dus de dauw gaat heel gaaf worden. En ik heb nog gewoon een volledige normale mystery box van 6 staan. En natuurlijk mystery minis. En gewoon normale mailcast heb ik staan. Te veel om te noemen. Ja, jullie hoef je niet te vervelen. En doe ik ook zeker niet. Dus deze gaan alle 6 weer een heel mooi plekje krijgen in de collectie. En ik schrijf hier. Hier, die kant en die kant. Want daar staat de collectie overal. Dus dat gaat heel erg gaaf worden. Misschien over een tijdje laat ik weer eens een beetje zien. Want we hebben de opstelling is een beetje veranderd. Het begint ook een klein beetje vol te raken. Misschien gaan we daar nog het een en ander over laten zien. Goed, en natuurlijk zoals ik net al zei. Alle nieuwe video's die eraan zitten komen. Goed, ik zou zeggen super bedankt voor het kijken. Ja, mis die andere video's niet. Hoeft het niet. Hieronder kun je eigenlijk nou abonneren. Doe dat en druk op dat belletje. Als je dat belletje drukt krijg je een melding als die nieuwe video weer online staat. Dat zou ik heel tof vinden. En die kant kun je duimpje omhoog geven. Doe dat ook. Zou ik ook heel tof vinden. Ja, nogmaals, ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik zou zeggen, hartstikke bedankt voor het kijken. Ik zie jullie heel snel. Tot de volgende keer. Groetjes. Doei doei. Hoi.